Allemaal liefst kijken in een nieuwe video van Saartje Paartje Appeltaartje. Ik ga vandaag laten zien wat ik allemaal aandoe als het 7 graden wordt bij de horses. Nou ja, ik heb geen winterbroek, ben ik aan het kijken, want het is Black Friday. Nu vooral, dus ja, we zijn aan het kijken en we gaan heel wat inkopen, want ja, nu is het goedkoop. Nee, we gaan, ik ga nog wat t-shirts krijgen, ik ben nu bijna om dingen. En dan heb ik vandaag, gisteren, dan ging ik paardrijden, en toen heb ik mijn Prinsenbroekhoeven outfit gekregen. En dat is zo warme trui. Zo lekker. Maar ja, ik ga hem nu nog niet aan. De trui is een beetje lang. Hij komt het met hier. Die is gewoon besteld. Maar ja, dat. En ik heb geen winterbroek. Dus ja, die zijn we nou aan het vinden op Argadi of Applejack of weet ik veel wat meer. Dus tot nu toe doe ik altijd een thermo broek aan bij de paarden. En daarover doe ik dan een broek. Dus dat ga ik even doen. Zie je zo. Oké, ik heb hem aan. Hij is echt super lekker warm en is heel leuke kleur op haar. Dus kleurt ik doe even je lamp aan. Dat lijkt ook heel goed. Hier de deur, het is helemaal niet meer koud. Het is echt super lekker. Het is gewoon een makkelijke pauze broek. Hij is voor mij af en toe nog een beetje te groot. Ah nee, er zit allemaal stroom. Ik haal dat echt pakken stroom. Hij zit echt super lekker. Deze is gewoon van de Decathlon makkelijk. Volgens mij. Oh nee, deze hebben we ergens anders gekocht. Laat maar. Dit is eigenlijk voor skiën. Maar ik gebruik hem nu vooral bij de paarden. Deze slaapt maar niet bij de Decathlon, denk ik. Jawel. We hebben hem bij de Decathlon gekocht, maar hij is van een ander merk. Want we hebben deze broek bij de Decathlon. De t-shirt hierbij, die we hadden zo uitgekocht van de Decathlon. Stuur ik naar het merk waar ik van kwam. En toen zijn we naar die winkel gegaan. En daar hebben we de nou goed gekocht. Ik twijfel dat ik nog een t-shirt hieronder ga, hier zeg maar, ga doen. En dan nog een t-shirt overheen. Want ik ga sowieso deze aantrekken. Deze is namelijk super warm. Het is echt zo, maar als ik het te warm krijg, kan ik deze uitdoen. Trouwens, ik mag trouwens niet deze met kwestie aan, want die wordt al vies. Ja, ja, ik denk dat ik deze paardrijsjok wel aantrek. Waar is mijn andere paardrijsjok? Jongens, heb je allemaal boeken? Doei. Sokken. Oh, ik vind de was gegooid. Zo wat komt trouwens. Ik vind de was wat goed. Nou ja, ik ga denk ik de t-shirt. Die doe ik hier altijd onderaan. En dan deze neem ik even gewoon lekker bovenop. Maar is het niet gewoon prima zo? Dat weet ik niet. Ik heb geen zin in die broek over. Ja. Dan laat ik eerst maar even lekker deze broek hier onderaan doen. Dus ja, zie jullie zo. Okay, ik heb hem aan. Deze keer heb ik niet zo makkelijk, want ik heb een makkelijke manier gevonden. Ja, dus ik vind het wel lekker zitten. Ik hou, denk ik, of ik hou gewoon deze sokken aan. Normaal deed ik altijd deze sokken aan en dan weer sokken eroverheen. Maar ik denk dat ik deze sokken aanhaal, want ik heb sowieso gewoon dikke paardrij sokjes. Ja, schoenen. Ik trek hieronder. Ja, nog iets aan. Waarschijnlijk hier deze aan. Dus die ga ik even aantrekken. Of ik ga deze aantrekken. Dan ga ik nu even kijken hoe warm het buiten is. Of hoe koud. Dus doei. Dus gekozen voor dit t-shirt. Deze. Want ja, het valt wel mee. Nou ja, dit t-shirt is sowieso heel warm. Dus ik hou deze maar aan. En het is echt een heel fijn t-shirt ook. Dus deze hou ik maar gewoon lekker aan. Ik moet alleen even mijn haar nog doen. Nog een ander paar dingetjes en dan neem ik die even lekker mee. Dus let's go! Oké, ik kan even mijn achterhoofd. Zo sterk is hij niet. Ik heb mijn t-shirt aan, dat is wel fijn. En even, ja. Kijk, ik gebruik altijd knikkers. Ik gebruik ook altijd deze borstel. Want ja, die is gewoon super fijn. Dat ging echt super goed. Hoe zit mijn haar? Ja, sorry, het is een spiegel. En mijn haar zit heel gek. Zo. Ja, bingo. Heb ik nou wel mijn goede scheiding? Nee, maar boeien. Eigenlijk mijn middenscheiding hebben, maar boeien. Ik heb heel veel zin dat ik het gewoon rijden op eerst zie. Ah,
uitermessen. Ah, mijn haar zit er nog steeds in van Halloween. Vind ik heel bijzonder. Maar ja, boeien. Vind ik ook leuk. Dus ik ga nu mijn haar even op een staartje maken. Ik heb altijd heel veel manieren hoe ik het doe. Want mensen zijn, doe ik altijd gewoon zo. En als ik een andere scheiding heb, doe ik altijd gewoon zo. Dus dat ga ik nu niet. Oké, jongens. Ik heb mijn haar even lekker gaan kammen. Ik gebruik altijd knikkies. Die had ik net al gepakt. Deze. En deze kan. Super fijne kan. Ik ga nu een staartje maken. Dus zien jullie zo. Mijn haar is gedaan. Een staartje. Dus ja, ik ben nu denk ik wel klaar met alleen mijn spullen nog pakken. Maar dat hoef ik niet meer te veel. Want ik hoef alleen maar mijn cap te hebben. En dat is het. En daar zijn mijn. Ja, ik hoef niet meer te hebben. Want daar hebben ze. Daar heb ik gewoon de spullen staan die ik nodig heb. En ja, daar ligt haar zadel, haar hoofdstel en al haar spulletjes. Dus ik heb tot nu toe niks nodig. Moest ik nog wel meenemen van Ilse? Nee, ook niet. Dus ik ben klaar. Dankjewel voor het kijken. Tot de volgende keer. Misschien ga ik nog wat filmen bij de Shopponies. Moet ik even kijken. Abonneer op mijn kanaal onder deze video. En doe een duimpje omhoog als je deze video leuk vond. Bye bye!